1 en 2. De eerste 50 meter, we zitten weer op. We zien baan 5 open sluizen die vorm ligt tijdens de tijd van 30-51 bij een keerpunt. Daarachteraan Rozenboom op 4, tijd van 31-02. Ja, we zien open sluizen die nog net die voorsprong heeft daarachteraan. Ja, het blijft Rozenboom, maar dan met een tijd van 1.06.79, die derde positie, Brink op baan 6, 1.06.88. De laatste meters en we zien nog steeds die voorsprong van Rozenboom. Zit dicht als eerste aan 1.42.36, oversluizen achteraan 1.44.35, derde positie 1.44.44. We gaan naar die laatste, nog 50 meter. Rozenboom heeft een forse voorsprong op de andere dames in de laatste meters in de strijd om het Nederlands kampioenschap. Senioren 1 en 2 en de finish van Rozenboom in 2.16.96. Ja, die tweede positie daar en die derde positie dicht bij elkaar. 2.21.66 voor Van der Kamp en 2.21.88 voor Oversluizen. Ja, we gaan naar de officiële uitslag en dan zien wij onze nieuwe Nederlandse kampioen, Evi Rozenboom. Dan gaan we naar de summary, de snelste 18 door zijn naar de finale en dat zijn...